her en der in de Haagse regio kom je af en toe nog wel eens overblijfselen tegen uit de Haagse voetbalhistorie. Zo zijn we ooit in Leidschendam bij de Vliet in de oude kantine geweest van Wit-Blauw. Die staat er nog steeds. Zo zien we bij Rava, of bij SV Houtwijk tegenwoordig, nog een bordje staan van Rava. En ook hier op de Laan van Meerdervoort zien we een bordje staan, SV Kijkduin. Deze richting op, richting Kijkduin. Dat is wel bijzonder eigenlijk, want de club is al 1998 gefuseerd met Juventus. Dus sinds 1998 is dat eigenlijk dat bordje overbodig. Ja, het is natuurlijk al zo heel een mooie, was een mooie club geweest, groen-gele club, SV Kijkduin. Ik weet niet, ja, dat ging daar ook al niet, hè. Het was toch al een fusie tussen wit-blauw en zwart-blauw. En ja, toch wel best wel veel fusies zijn er toch wel kapot gegaan. Waarom, ik begrijp het niet, nogmaals. Maar en ondertussen is Juventus ook alweer verleden tijd, helaas. Dus, maar dit bordje hier zo, ik ga het eerlijk zeggen, ik heb dat proberen eraf te halen. We krijgen die voor elkaar. Dus als iemand een hele goede slijptool heeft en dan krijgt dat bordje bij mij afleveren, dan krijgt hij van mij een nieuw boekje. Want ik wil hem gewoon in het museum hebben, want dit is gewoon een stukje historie eigenlijk. En wie kijkt er vet tegenwoordig naar dit bordje hier? Iedereen weet toch waar Kijkduin op zijn tomtom en dergelijke. Weet je waar de richting is? Dus dit bordje is overbodig en die wil ik graag hebben. Dus punt uit.